Goedemiddag mensen, ik ben aan Terranium Productions. Dit keer vanaf locatie in Rotterdam. Want vanavond ga ik naar het indoor tractorpooling in de Ahoy hier in Rotterdam. En ik wil jullie even een korte video laten zien over Rotterdam. Dit is Rotterdam, even een korte video. Vanavond nog volgen er meer video's als mij lukt van de Ahoy in Rotterdam. Tot nu toe zover deze korte video. Ik ga straks zo meteen mee klaarmaken voor naar de Ahoy te gaan, want ik wil er een beetje tijd daar zijn. Een tijd geleden ben ik hier ook, een paar jaar terug ben ik hier geweest voor de Red Bull Air Race. Het was zeer speculair, jammer dat het niet meer gehouden wordt, maar ja. Dat is een van de vele wolkenkrabbers in Rotterdam. Goed, dat was het van nu. Dat was het programma producties van nu. Later, vanavond meer vanuit de Ahoy als alles weer is. Mensen kunnen wat interessant zien. Een of andere waterbus of zoiets. Een snelle boot. Dus dat is echt iets wat voor mij even moet te filmen. En dan gaat deze jongen zo terug naar zijn hotelkamer. Ik heb dat kast wel een beetje. Goed, dat is wel voor nu. Mensen, ik ben op Terranium Productions live vanuit de Ahoy. We staan hier langs een super soccer pro tractor te kijken wat hij onder de motorkap heeft. Dat is ja waar, hij staat gewoon. Dat is mooi hoor. Nee, mooi. Toch wel een motor wat eronder lijkt. Van de monster. Geweldige tractor. Dat is de meeste tractor, maar de motor eronder. Een paar mensen. Ik denk dat ze ongeveer dezelfde klasse. Van de monster zijn die. Kijk, dit is de Pro-Stock of Superstock klasse, denk ik. Wat? Met de dikke turbo-klasse, dat zou ik maar zeggen. Veel power, denk ik. Deze DK misschien meer. Zeker die voor de methanol, die moet dat toch wel over de 2001 gaan. Dat moet wel een punt zijn. Maar goed, we gaan even verder kijken. Hier zitten nog een paar mensen. Hier Pro-Stock of Superstock klasse. Kijk, dit is eentje van... Ik moet in ieder geval eentje met een dieselbus en die zijn extra uitlet erbij voor de uitletkasten. Want die moeten afgevoerd worden, die mogen niet voor de HLM. Hier rond staat de tractor. Daar is de 21.000 voor. Wat eigenlijk een tractor moet zijn, maar ja. Ik ben een klein beetje opgevoerd. Daar, achter, in de achtergrond zie je eentje van de Modified klasse staan, geloof ik. Zie je, daar staat hij. Maar ook niet eentje geloof ik, goed te zien. Wat is het meer op de motoren? Is dat 3, dan moet hier zijn. Goed. Dat is het, mensen, vanavond. Gaat het worden. Als het hier 60 graden kunnen we beter zien. Dat klopt. Goed, dat was het nu, want ik heb nog vanavond een trip actie. Ik kan hier niet veel van filmen. Kijk, het is te gaaf. Moet je wel draaien? De turbine moet... Ik ga dat vannacht ook wat keer zien rijken. Goed, dat is al wat voor vanavond.
voor schuldig zijn aan de volgende firma Boeren Meekerk voor het oude werk dat ze aan de revisie gedaan hebben. Ik ga niet praten als een diesel rijdt, jongens. Even kijken, even luisteren. Daarom zijn we in de hooi. Proostartij. En die deed het een full goal voor Butter Brooks. Goed om te weten dat jullie op die schermen naast de commercials ook nog de nodige slow motions getoond kan worden. Waar u dus niet van hadden. Ik denk dat wij daarna ook verder door de startlijst heen ons kunnen gaan geven. Some components and he may expect maybe a little problem with going. Luister even mee naar het optoeren van deze machine. Dat je op dit moment op de derde klasse bent en een dieselklasse, dan kun je dus buiten temperatuur creëren. Temperatuur hier stil moet staan gedurende de opening en dan daarna toch een klap. Dat betekent de second track train qualification also for four pole. We have seen the problems like we expected, not the way we thought they will repair. But it means that maybe we may expect a very beautiful qualification also for the other competitors. In de Pro-Stock klasse, dus als gezegd, wij ons op te maken voor Cult Red. En deze machine is dus ook voor de sleepwagen worden gezet. Iets wat ook is afgesproken om daarmee jullie natuurlijk. En op de juiste wijze rechtervolle, zeker een explosie binnen 60 meter. Dat betekent dat je daar wel een ideale conditie moet staan. We zien hier dit moment dat Covered een klein bedje gedraaid staat ten opzichte van de sleepwagen. Waarmee het net als veranderde deelnemers ook zeker voor deze keer naar zo geldt dat de klopproblemen zo aangekomen pas deze machine voor het eerst heeft gelopen. Dan zag je daar een klein beetje uitkomen dat hij niet helemaal recht voor de sleepwagen stond op het moment dat hij wegging.
En dankzij de schermen, als het gaat om de slow motions, zul je ook zien dat hij de rechtervoetje behoorlijk geremd heeft om die combinatie binnen de lijnen te kunnen houden. Als ze zegt dus, problemen met deze combinatie met de brandstof voor het gespeurhuis. En daarmee dus de nodige brandstof bij de motorolie. En daar kun je geen risico van nemen, want dan verschaalt die motorolie en dan loopt je motor gewoon op en op. So that means not in a replace the crosslocks for the sledge. And we have to do some brake work. You can see it on the screens now. I think, yes, you can see the right feet touching the brake pedals. Yes, now, at the moment, you can see it. We have to do a lot of braking work to keep them away from the white line. There's a gold signature. Deze brandstofklasse en dat betekent dat deze uiterst fraaie V8 toch op dit moment er de schijn van heeft toch niet te willen spreken of verwijzen als beoogd. De machine die tot mijn grote verbazing, voor degene die wel eens post uit Amerika ontvangen, Columbus Diesel Supply heeft er een hele bekende kalender. En daar stond deze V8 machine, stond daarop als volgens mij de enigste Nederlandse machine. Hier getest om te kijken of dat de rookafzuiging in ieder geval genezen was van
de kuren zoals wij die vorig jaar hier moesten meemaken. Dat betekent dat deze machine daar ook één van was. So, like I explained in the edition from this afternoon, the first session, we did the three test drivers yesterday evening on the track with the two Krauslachs and mostly to test the hose and the whole new machine that we have here. Solide gebouwd, dat je denkt, hoe kan dat van de onder? We hebben die hele dikke kappen, die hele dikke zonderling kappen. We hebben die dikke international kappen. Maar dit is dan going style. Gaan wij met de control, gaan wij hier eens even een vervolg geven aan een succesreeks die volgens mij zijn weerga nog niet helemaal kent. Ofwel daar waar wij komend als zijn de B-divisie kampioen. B-divisie Krauslach kampioen. Geacteerd samen met Andy Power en in A-Division Krauslachs hier in Ahoy. Should give the team a big feeling, absolutely. Ketting strak, en dan gaan wij eens even kijken of dat wij met deze machine trommel naar de mond zitten. Maar ongetwijfeld zal het zo zijn. Kijken wat wij hier voor kunnen maken. Daar lijkt het er heel eventjes op alsof er misschien in de aandrijflijn iets misgaat. Ik weet het niet, je hoorde die motor even bijna over zijn nek gaan, in het Nederlands gezegd. Ik weet trouwens niet hoe je dat in Engels moet zeggen, maar goed, dat maakt het niet zo heel veel uit. Ik ga het proberen. So, we start a run from Mud Patrol. And first idea from my side, that it seems to me that they have a little problem in the driveline, I don't know. But when you listen to the engine RPMs, they were rising in the last few meters. He suspected indeed to have a problem in the driveline, and most probably in the clutch, ditch plate. Betekent vermoedelijk inderdaad een probleem in Sitchpas. Dat dat geborgd wordt met een plaatje, met een bordpen. En dat het vanaf dan al zo'n solide verbinding in ieder geval door het leven zou moeten gaan. En alle ogen daarmee ook natuurlijk gelijk teruggericht gaan worden. Op datgene waar de onder staat, dames en heren. Constant ga ik naar wat ze hoeven. En dan gaan we hier als zichzelf. Iedereen geldt, na Ahoy moet er het een en ander gebeuren. Nieuwe banden, velgen, alles is onderweg, zit in de container. Maar op dit moment alleen Columbus Pomp, en dat is het enige wat er gebruikt is. So that means, in English, after the pool, I try to explain you a little bit more. First, try to have an impression how it works with new fuel, new Columbus fuel pump, and this machine. Wat hij in die toeren klinkt. Adembenemend schouwspel.
Alleen al op zich, dat ook natuurlijk van deze misschien met normale buitenwedstrijden gepaard gaan. En natuurlijk ook wel met de bal veel vlammende spel boven de uitlaat. And I promise to explain you a little bit more about this rugby machine. They've planned some issues to do for next week, next month, before we start with the outdoor pools. It means there are some rims, some tires are in the container on their way to the Netherlands. But at the moment, the only change they did on the rugby machine was to place a brand new fuel pump prepared by Columbus Diesel Supply in the US. Ice appeal. Dat is al meer dan eens geweest, dus moet u even eens mee. Rijden op de lijst van deze vlonde. Toch wel heel nadrukkelijk hier aanwezig. De blauwe machines, de groene van de hoek.
MCF en de grote vlaggen Nieuw-Holland en de Kansen. En naar Mario Vriends en zijn neders naar de verjaardag. Het stoken, dat toertal waar ik u over sprak, daar moet hij eerst overheen. En dan is hij weg. Ja, dat valt niet heel mee. Thank you.
laten dus in die kwalificatierun al een klein beetje konden horen. Dat wegslifferen van die motor, zo'n beetje rondom die 40 meter, dat wordt hem dus net fataal in de finale als dat laatste stukje er extra bij komt, waar de machine zich nog heel kranig door die eerste run heen sloeg. Daar is dit dan net aan iets te veel. Maar wie zal daarom treuren als je hier in een hooi gereden hebt en je mag dan terugkomen in de finale. En je doet je handschoentjes uit, Karin, en je steekt aan je andere wand naar het publiek. En dan wil jij eens kijken wat daar gaat gebeuren. Voor Karin Hendricks, dames en heren, nu! Hey! Waar is Karin? Ongetwijfeld zal de voldoening daarmee overheersen. En lijkt hij...
dieselapjes. En die gaat dan nog verrassend ver richting die leidersvlag. Oh, wel zou het dan op de eerste gezicht niet gedaan. Wel niet ras dat zij die Rocky in gevaar gaat brengen. Maar verder door die leidersteen kijken zitten die andere twee deelnemers op 55 meter. En is dat genoeg om daarmee binnen de top 3 te rijden voor deze John Deere, voor deze Miguel Kansenjaard. 54 meter en 30 centimeter. Kunt u voor dat 30 centimeters, dat 30 voor John Deere. En dat means dat hij next chance voor de boer. En als al wat voor de student. Ahoy, let's go, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1